Ah, nou, we gaan weer wat doen vandaag. Meer reactiedingetjes. En daar heb je voor nodig een tennisbal. En eerst gaan we die wat dingetjes doen die je dan in je eentje doet. En uiteindelijk, zoals bij heel veel van de filmpjes die we tot nu toe gedaan hebben, doen we ook nog wat oefeningen met z'n tweetjes. Eerst is alleen. Dat gaat wel goed. Je begint met de bal bovenhands voor je uit. En wat je doet, je gooit hem niet naar beneden, maar ik laat hem gewoon los. En dan kijk ik of ik hem onderhands met dezelfde hand op kan vangen. Dus ik laat hem los en onderhands vang ik hem op. En dat het zo nog mijn hand op te zien is. Dat zou ik niet in deze split zien. Zo. Gaat het goed? Dan kijk je of je hem bovenhands op kan vangen. Dus los en weer vast. En dan heb je natuurlijk het risico dat je hem, als je niet pakt, dat je hem meer naar beneden slaat. Hè? Ik vind dat ietsje lastiger. En als dit nou goed gaat, kijk je eens of je hem niet hier heel hoog vast kan pakken. Maar net over de grond. Kiezen. Probeer hem zo laag mogelijk te vangen. Volgende oefeningetje. Dan kijk je of je de bal weer op zijn plek kan houden. Dus ik laat hem los en dan pak ik hem meteen met mijn andere hand. Ja, ik probeer zoveel mogelijk om dezelfde plek in de lucht te houden. Zo. Dat waren de oefeningen, denk ik. Nu nog maar oefeningen met z'n tweeën. Ik hou nu de bal voor me en laat hem plotseling laat ik hem los. En Jay heeft dan netjes de handen zo langs zijn lichaam. En als ze dan zo klaar staat, dan is het eigenlijk makkelijk. Hè? Ik hem voor me. Kijk, hartstikke mooi. Ah, ja. Eigenlijk met één hand, hè. Zo. Oh, gelukkig. Dat is één oefening met z'n petjes. Ik wil nog een andere oefening doen. En dan sta ik met mijn rug naar de toe. En om het dan wel ietsje makkelijker te maken, dat ik niet alleen maar ballen tegen mijn hoofd krijg, zegt ze nog wel waar ze hem gooit. Hè? Links of rechts? Links. En dan probeer ik snel om te draaien. Rechts. En dan ook. En die kant met die hand op te vangen. Rechts. Rechts. Nou zo. En als laatste oefening als uitsmijter. Maar het is dan wel fijn als je dit niet binnen doet. Misschien net, dit kan je allemaal wel binnen doen wat we net gedaan hebben. Maar de volgende. Oh. Kan je beter even doen waar je echt wat meer ruimte hebt. Want als het goed gaat is het hartstikke leuk. Als het misgaat, dan vliegt er nog wel eens heel veel van naartoe. Dus je gooit hem op en je probeert hem echt uit de lucht te slaan, maar dan wel vast. Dus je vangt hem op en daarom moet je het dus niet willen doen. Dan mag ik, kijk zo eens David doet. En vast. Hapsakee. Nou, heel veel plezier ermee en tot de volgende keer.